Een week geleden vielen in het Amerikaanse plaatsje Bibi duizenden spreeuwen. Zomaar dood uit de lucht. En het hield niet op. Vandaag vielen bijvoorbeeld in het Italiaanse Faenza duizenden duiven dood uit de hemel. Afgelopen dinsdag vielen in Louisiana honderden vogels dood uit de lucht. En in het Zweedse stadje Falköping werden 3 dagen geleden meer dan 100 vogels dood op straat gevonden. Het bleef niet bij dode vogels. In een Amerikaanse rivier in Arkansas zijn duizenden dode vissen gevonden. En in Engeland spoelden duizenden dode krabben op het strand. Inmiddels worden er in de hele wereld honderden meldingen gedaan van beesten die dood uit de lucht vallen. Ja, aangeschoven inmiddels Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist en oprichter van de website Exit Mundi. Dat betekent het einde van de wereld. Ik lees u iets voor. Openbaringen van Johannes, hoofdstuk 16, vers 3. En de zee werd bloed, als van een dode. En alle levende wezens die in de zee waren, stierven. Zijn we op weg naar het einde der tijden? Nee. Nou ja, volgens mij zijn nog lang niet alle wezens in de zee gestorven. Overigens moet ik zeggen van Johannes die schreef het boek ook vooral om mensen te overtuigen. Dus hij noemt in het boek Openbaringen heel veel rampen die heel herkenbaar zijn voor mensen. Aardbevingen, overstromingen, dat soort dingen. Ja, en eigenlijk is het het beste bewijs dat dit toch van alle tijden is. Dat er af en toe ineens allemaal dode vissen aan spoelen. Dat zijn herkenbare... Maar nog even, bijvoorbeeld de Maya's. Ja. Toch een wijze stam van Indianen. Die hebben al heel lang geleden voorspeld dat in 2012, kan u onthullen, dat is volgend jaar, de aarde vergaat. Dat is niet een mooi signaal? Dat is niet helemaal waar. De Maya's hebben niet echt een einde der tijden voorspeld. Dat hebben een paar New Age schrijvers hebben dat in de jaren 70 gedaan. De Maya's geloofden in een kalender die 23.000 jaar duurt en dan afloopt. En weer opnieuw begint, net als bij ons oud en nieuw. En net als bij ons oud en nieuw, dan begint gewoon het nieuwe jaar weer. En dat is bij de Maya's ook zo, na het aflopen van de Maya-kalender. En overigens, die 2012 klopt ook al niet. Dat is een hele oude berekening die is gemaakt. En het is later herberekend door wiskundigen met gewoon de nieuwe archeologische technieken. Maar niet te min. En toen kwamen ze uit op 2220. Dan is pas de kalender afgelopen. Oké, wachten we daar nog even op. Maar niet te min, hè. Waar komt die behoefte vandaan van mensen om te dagdromen over het einde der tijden? Het is van alle tijden, dit apocalyptische gedoe. Of je naar de middeleeuwen kijkt, of in de vroege middeleeuwen, late middeleeuwen of tegenwoordig. Er is altijd apocalyptisch denken. En sociologen zien wel een verband tussen apocalyptisch denken en stress in een samenleving. Als er allemaal problemen zijn en er dreigen allemaal gevaren van buitenaf. Dan wordt het doemdenken omvangrijker. Mensen in het doemdenken, ja. Je ziet het bijvoorbeeld in Amerika na 9-11, dat is ook gemeten met publiekspols, dat ineens heel veel mensen begonnen te geloven van die apocalyps die is wel aanstaande. Toch gaan er knap veel diertjes dood op het ogenblik. Krabben die aanspoelen, er gebeurt vrij veel met vissen in de zee. Vogels die uit de lucht vallen. Ja. Hoe verklaart u het fenomeen? Nou, al die fenomenen op zich hebben allemaal een hele gewone natuurlijke verklaring. Heel leuk is die krabben, dieren die spoelen al 3 jaar lang spoelen die aan. Dit is het derde jaar dat gebeurt. En dat komt omdat we een koude winter hebben gehad. En die beesten kunnen niet goed tegen het koude water. En op een gegeven moment komt er gewoon een koude stroming. Huh. Waardoor ze het loodje leggen en aanspoelen. Maar het is al 3 jaar gebeurd. En nu dit jaar zie je van het is in Arkansas gebeurd. En dan gaan mensen patronen zien. En dan gaan ze zeggen, het gebeurt in Zweden ook. En het gebeurt hier deden ook. Wij ook. En krabben in Engeland. Ja, precies. Wij deden het ook. Ja. Daarom zit u hier. Heeft het ook met de moderne tijd te maken? Ik bedoel, straalvliegtuigen. Nou, die vliegen wat hoger dan vogels over het algemeen, hoor. Dus, maar die dalen wel? Die dalen wel. Het gebeurt inderdaad wel eens. Vogels die komen wel eens in aanvaring met een vliegtuig. Maar dat is nou niet echt de reden dat die zwermen neerstorten. Die zwermen, dat is veel meer... dat moet je zien, zo'n zwerm vogels, die kijken niet om zich heen. Die kijken naar elkaar. Die oriënteren zich op elkaar. Het is een wolk, een ding wat door de lucht vliegt. En af en toe dan gebeurt het. Dan komt er een roofvogel aan of bliksem. Ze schrikken ergens van. En dan gaat die zwerm ineens de verkeerde kant op. En dan in heel enkele gevallen gebeurt het wel eens dat zo'n zwerm ook echt zo verkeerd gaat dat ze gewoon op de grond knallen met z'n allen. Het is bijvoorbeeld een keertje in Stuttgart gebeurd in 2003. Op klaarlichte dag onder het oog van een hele hoop mensen. Die zagen een zwerm rondzwemmen, zwermen en opeens naar beneden gaan en tegen de vlakte slaan. Heel onverstandig van de vogels. Ja, precies. En wat doen de vissen verkeerd?
De vissen doen niet zoveel verkeerd. Ook daar zijn weer verschillende oorzaken voor. Koud water is een bekende oorzaak. Ja. Ziekte ook. Want bijvoorbeeld een van die gevallen die nu veel wordt genoemd in die rivier in Amerika. Dat is heel curieus. Er spoelen dus ook duizenden vissen aan. En dat is waarschijnlijk veroorzaakt door een ziekte, omdat het maar één soort vis is. Je zou zeggen, als er echt iets apocalyptisch aan de hand is, dat dan ook echt al die vissen uit die rivier doodgaan. Maar ja, het is één soort vis en dat duidt over het algemeen op ziekte. Ja. Ja. Moeten we scherper letten op het kernwapen dan op de vis, ik zou de spreeuw. Ik zou het maar doen. Ja. Het is aan de andere kant ook weer heel leuk fantaseren. Het is leuk komkommernieuws, denk ik. Nou ja, het was meer dan komkommernieuws. Wij hebben weer wat geleerd. In ieder geval van uw uiteenzetting. Bedankt. Hartelijk dank.